En dit is hem dan, een 12 meter lange van metaal geprinte brug. Maar we zijn bezig met het 3D-printen van een brug die straks over de Oudsdijks Achterburgwal hier in Amsterdam, midden in het centrum, komt te liggen. We hebben zelf een metaaltechniek, printtechniek ontwikkeld, waarmee we alle soorten metaal die je ook kan lassen, kunnen we ook printen. En we hebben er bij deze brug voor gekozen om hem van roestvrij staal te printen. In oktober vorig jaar begonnen ze met het printen van de brug. Die komt midden op de wallen te liggen, dus moet die ook berekend zijn op de drukte. Hij is sterk genoeg. Wij weten al dat hij sterk genoeg is, maar op dit moment zijn we bezig om teststukken te printen. En als we helemaal klaar zijn, dan willen we waarschijnlijk ook een hele groep voetbalsupporters of een hele groep Engelse toeristen uitnodigen om hier daadwerkelijk op die brug te komen springen om te bewijzen dat hij sterk genoeg is. Waar ga je die supporters vandaan halen? Nu zou ik kunnen zeggen Eindhoven, maar dat is misschien niet zo'n goede opmerking voor vandaag. Waar ze vandaan willen komen. We hebben gewoon straks een hele grote groep mensen nodig die hier die brug komen mishandelen. Geregisseerd door ons uiteraard. Maar we moeten even kijken waar we ze vandaan halen. Als de brug eenmaal getest is en voldoet aan de voorwaarden, zou die ergens aan het begin van 2019 in gebruik kunnen worden genomen.